De Algemene Middelbare School, AMS, heeft vrijdagavond diploma's uitgereikt aan de geslaagden. De diploma-uitreiking vond plaats in de congreshal. Het was één en al feest voor de geslaagden. Tijdens het slagingsprogramma is er dan ook flink gezongen en gedanst. Met hard werken is het uiteindelijk gelukt een slagingspercentage van 72,2% te behalen, zegt directeur Mireille Cairo. Ze is enorm trots op haar pupillen. We gingen vrij goed naar het examen. En aan de ene kant hadden we nog goed gevoel daarom. Waarom? Gelet op de cijfers, op de stand van zaken, de gemiddelde SO-lijsten. Dat zou ongeveer 61% van de leerlingen in één keer het examen hebben gehaald. En dat was een vrij goed cijfer. Met de herkandidaten meegenomen zouden we rond de 80% zijn. En ik zeg, aan de ene kant waren we blij daarom. Maar aan de andere kant waren we huiverig. En waarom huiverig? Omdat de ervaring ons leert dat wanneer we er zo mooi voor staan, dat we verrassingen krijgen, laat me het zo noemen. Ja, ik weet niet of het ligt aan examenvrees. Ik weet niet of het is omdat leerlingen overmoedig worden. Misschien leerlingen en leerkrachten. En dan krijgen we echt onaangename verrassingen. En dit jaar was het. Cairo gaf aan de leerlingen het advies mee om vooral verder te studeren. Je krijgt zo meteen je diploma in de hand. Zie het niet als je eindbestemming. Je hebt doelen gesteld, ja? En je VWO-diploma, je ambtsdiploma is eindelijk een tussenstation. Is een tussenstop. Je hebt dan al je bagage erbij gehaald, erbij gekregen. En het is de bedoeling dat dit je brengt naar grotere hoogte. Dit moet je brengen naar het doel, naar je bestemming waar je uiteindelijk wil zijn. Sommigen van jullie zeggen van, voor mij is het werken. Ook al is het werken, ga voor carrière. Ja, klim zo hoog mogelijk als je kan binnen het bedrijf waar je te werken zelf zou zijn. Anderen zeggen van nee, ik ga studeren, ik ga me volledig toeleggen op een hogere studie, een verdere studie. Ik wil je heel veel succes toewensen. Weet zeker van, je kan het, want je bent zo ver gekomen. Je hebt de bagage meegekregen en je kan daarom veel hoger opkomen. Mireille Cairo, directeur van de AMS, vrijdag tijdens de diploma-uitreiking in de congreszaal.